meer eigenlijk een verzameling van ingenieursbureaus uit allerlei verschillende landen, niet alleen uit Europa, maar ook daarbuiten. En die worden eigenlijk opgeleid om bedrijven te kunnen adviseren om de kwaliteit van hun producten te verbeteren in lijn met de cradle-to-cradle certificeringsstandaard. In Venlo ligt het Europese hoofdkantoor, met de Innovatoren als werkplek. De regio Venlo speelt dan ook een grote internationale rol. En die rol is belangrijk, volgens Roy Verkoelen. Wij zien Venlo echt als mondiale hoofdstad voor cradle-to-cradle ontwikkelingen. We zien gewoon niet alleen dat hier een heel groot gedeelte van de bedrijven al bezig is met cradle-to-cradle. En daarnaast zien we dat hier ook training en onderwijsprojecten gewoon heel goed van de grond komen. Dat spreekt ons als Amerikaanse organisatie heel erg aan. En dat is ook de reden waarom wij zelf hier kantoor gaan. In de Innovatoren krijgen bedrijven uit onder andere Zwitserland, Turkije en Brazilië 3 dagen training en begeleiding. Door de groeiende vraag naar cradle-to-cradle producten is het belangrijk dat meer bedrijven opgeleid worden. We hebben wereldwijd op dit moment zo tussen de 180 en 200 bedrijven die echt actief met cradle-to-cradle aan de slag zijn. En als je kijkt in termen van producten die op de markt zijn, ja, dan zijn dat duizenden verschillende producten. One of the most exciting things for us is that we do big sustainability strategies for the National Stadium in the UK, Wembley, and the British Film Institute. And here we're learning really detailed information about, you know, what goes into products, how we can really make products super sustainable. And it's not about being negative, and it's not about doing less bad, but it's about doing more good. So it's a different way of looking at sustainability. Op internationaal niveau wordt Venlo gezien als de Europese hoofdstad van Cradle to Cradle. Binnenkort vertrekt daar zelfs een delegatie naar New York. Ik denk dat een heel leuk voorbeeld om te geven eigenlijk Gustav is. Dat is het poppetje wat ik hier in mijn hand heb. Dat is eigenlijk een speeltje voor kinderen. We nemen vaak aan dat speeltjes automatisch gezond zijn. Maar vaak zijn ze helemaal niet geschikt om echt mee te spelen en in de mond te duwen en dat soort dingen. En onze certificeringsstandaard zorgt ervoor dat dat wel het geval is. Nu zien we dat met dit soort ontwikkelingen als Gustav en de gecertificeerde collectie van Puma, dat deze producten steeds meer richting de consument bewegen. En wij verwachten dat als gevolg daarvan ook meer consumenten bekend zullen raken met cradle to cradle. Toch is het cradle to cradle principe bij veel mensen nog redelijk onbekend. Het instituut probeert het belang van het duurzaamheidsprincipe ook aan gewone mensen uit te leggen. Het event in New York is eigenlijk bedoeld om wereldwijd de koplopers met betrekking tot cradle to cradle in het zonnetje te zetten. En wat we daar eigenlijk doen is de innovaties die het laatste jaar plaats hebben gevonden, dus de productontwikkelingen, die laten we zien. En mogelijk kan het ook interessant zijn om nieuwe bedrijven, bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven, naar Venlo toe te halen om hier zich te vestigen.